Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik zal je eerlijk bekennen, het heeft me gewoon dagen geduurd, misschien wel een week, om deze video überhaupt op te nemen. En waarom, ik heb geen idee. Ik had elke keer een excuus. Vannacht zat ik me te bedenken, ik moet gewoon een nieuwe video maken. Dat is leuk. Ik heb de aantekeningen, ik heb een... Nou, in de afgelopen dagen aantekeningen liggen om wel 10 video's mee te vullen. En ik heb het niet gedaan. Dus ja, een inzicht. Ik ben aan het uitstellen. En waarom? En dat is eigenlijk uit de mond van een ex-perfectionist. Dat is ook weer een verhaal apart. Maar dat zal ik echt nog wel in een volgende video behandelen. Dat is gewoon, maar dat zit nog steeds in mij. En dat, ik heb natuurlijk, ik zeg altijd, mensen met een burn-out, die krijgen dat niet voor niks. Er zit echt wel iets waar ze aan kunnen gaan werken. Maar goed, ik ben dan weliswaar een soort van ex-perfectionist. Ik wil toch alles wel zo goed mogelijk doen. En... Dus ja, een excuus dat mijn haar niet goed zit en dat ik naar de kapper moest eigenlijk voor me uitgroeien. En want ja, goed, dat krijg je ook hè, als je 40 plus bent. En dat op een gegeven moment, nou ja, dus kortom, je zit nu bij mij op de bank. Ik ben nu iets aan het doen waarvan ik denk van nou, dat had ik niet zo voorbereid. Maar goed, ik zie wel, ik zie wel waar het naartoe gaat. Allereerst... wil ik kwijt dat ik echt een fantastische week heb gehad. De week is nog niet eens voorbij, dus moet je nagaan. Een week met enorme pieken. Ook een diep dalletje. Maar daar kom ik nog een ander keertje op terug. Dat is vervelend. En ik heb ervoor gekozen om daar geen aandacht aan te besteden. En ervoor te kiezen om me daar niet in mee te laten zuigen. Dus dat, ik kom daar nog wel een keertje op terug, maar voor nu is dat, ik ga dat gewoon, ik leg het naast me neer, bij deze. Maar de toppers van deze week zijn toch echt wel dat je een vriendschap kunt hebben die ook na 22 jaar nog altijd even gezellig is als het begin. Dat zelfs mijn dochters zeggen van mam... we hopen eigenlijk dat wij de vriendinnetjes die wij hebben, die wij als we 20 jaar verder zijn, dat die vriendschap nog steeds zo bijzonder en zo gezellig is. Dus dat is iets waar ik heel dankbaar voor ben en wil koesteren. En natuurlijk, net als met elke vriendschap, kan dat natuurlijk verwateren, maar het is ook weer leuk om dat weer op te pikken. Dus dat was één hoogtepunt. Het tweede hoogtepunt van deze week was toch wel het weerzien van mijn zusje. Wij hebben elkaar bijna 10 jaar niet meer gezien. Een paar keer gezien, maar niet meer is het contact verbroken. Het weerzien was echt wel heel emotioneel en hebben godzijdank dingen uitgesproken en om gewoon verder te gaan. Het meest, als ik erop terugdenk, was het zo bijzonder. Maar wel wat ik zo, ik ga er gewoon verstotteren. Dat dit zo heeft kunnen gebeuren. We hebben ook afgesproken dat dit nooit meer zou gebeuren. Dat er een moment is waardoor je zo ver uit elkaar komt te staan. Dat je 9,5 jaar, 9 à 10 jaar nodig hebt om tot een gesprek te komen. En tot de conclusie te komen dat waar zij mee zat en waar ik mee zat, twee totaal verschillende dingen waren. Hoe triest is dat? Dus dat is even
Iets aparts om mee te maken. Maar nogmaals, we hebben een heleboel in te halen. En wat ook weer bijzonder is aan haar verhaal. En dat bevestigt ook weer de dingen die ik doe zoals ik ze wil gaan doen. De problemen waar vrouwen tegenaan lopen in hun zwangerschap. De opvang nadien als het niet goed gaat. Problemen met de omgang met hun kinderen. Dat je dus als jonge moeder je gevoel gewoon kwijt bent. Voor jezelf door het trauma wat je oploopt. En dat is gewoon eigenlijk voor mij gewoon een extra zetje in de rug geweest. Van ik ga gewoon verder. Ik moet dit gewoon gaan doen. En dat is er gewoon vrouwen begeleiden die het zo moeilijk hebben. Door allerlei stress. Door dingen die ze zichzelf aanpraten. Want dat is natuurlijk ook. Hè, we hebben een bepaalde opvoeding, een bepaalde achtergrond. En dat is een verhaal die we vanuit ons onderbewuste. Hè, dat is weliswaar, heb ik in mijn vorige video verteld. 95% uit ons onbewuste, wat ons een verhaal vertelt. Waar we op een gegeven moment gewoon mee in de clinch komen. Dat we zo ver van ons gevoel afkomen te staan dat we niet eens meer kunnen voelen. Ik ben mijn video aan het monteren en ik kom erachter dat mijn video veel te lang wordt. Dus bij deze ga ik deel 1 afsluiten met toch wel het woord dankbaarheid. Wat er nu gebeurd is zo bijzonder en toch waar je alleen maar dankbaar voor mag zijn dat je mag omringen met positiviteit. Ook de reacties op mijn allereerste video op het YouTube-kanaal. Ja, ik kreeg gewoon een brok van in mijn keel. Dus allemaal dankjewel daarvoor. Er zullen er nog heel veel meer volgen. Waarbij ook deze video, want ik heb hem dus eventjes in elkaar. Of tenminste, ik heb hem even gesplitst. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken en gauw tot snel.